in Amerika waren de professionals staan te bowlen. De mensen die bowlen voor geld, om er inkomen te verdienen. Ja, er wordt vaak helemaal niks gezegd. Die zijn door het minste al afgeleid. Dus dan is het altijd heel erg bedompt en heel erg rustig. Dus het is eigenlijk een veel serieuzer sport dan de meeste mensen denken. Ja, zeker op topniveau. Zeker op topniveau. Ja. En voor de wedstrijdsport is er een wat meer verfijnderde kunststof. En dat is wat wij noemen reactive resin. En dat is een kunststof die wat zachter is, die poreus is. En die daardoor meer frictie kan creëren tussen bal en baan. En olie kan absorberen. Waardoor er een ander karakter in die bal ontstaat. En dan krijg je die ballen die door zoveel gezien worden als een bal die een hoek maakt op de baan. Hoe ver is bowlen nou echt een teamsport? Bowlen is zowel individueel als een teamsport. Je ziet bowlen heel vaak in teamsport bedreven worden. Dat een groep van drie gezamenlijk als team het opnemen tegen een ander team. Binnen die groep blijft het de resultaat van ieder individu die bepalen wat het team kan. Ja. Dus als je het bowlensport ontleedt, dan blijft het een individuele sport, ten alle tijde. Anders is dat toch even zo. Zie je dat het achterste gedeelte, daar begint de bal te hoeken. Dus dat betekent dat de bal drie fases heeft. Een glijfase, een hoekfase en een rolfase. Nou kun je heel goed zien dat het eerste gedeelte legt de bal veel meer afstand af dan dat hij rolt. Dan maakt hij een hoekje en dan gaat hij ineens de juiste omwenteling maken. Heb ik nog wat tips voor mensen die zomaar komen bowlen, wat ze nou eens kunnen doen om het leuker te maken of beter te bowlen? Plezier hebben.